Op het moment dat jij je fouten gaat toegeven en delen, dan merk je ook dat de band tussen jou en je collega's een stuk beter wordt. Dat je zelf wat relaxter met fouten om kan gaan. Wat jij kan doen in je team of organisatie om die fouten bespreekbaar te maken. In een serie gesprekken die ik maak met managementboek en uitgeverij Boom, praat ik met auteurs over hun boek. En in dit gesprek is mijn gast Frank Deuring. Frank, van harte welkom. Dankjewel. Ja, het boek Superfalen. Met grote letters staat het erop. Goede titel. Dankjewel. Daar weet je ook wat van, hè? Want jij bent gewoon keihard een mislukte comedian. Laten we eerlijk zijn. Ja, zeker weten. Toch? Ja, nee, inderdaad. Ik was afgestudeerd en toen dacht ik, weet je wat? Ik ga mijn grote droom achterna. Ik ga proberen professional stand-up comedian te worden. Ja. Nou, dat is helemaal mislukt. Ja, echt ging je dood op het podium? Nou, echt dood. Ik zeg altijd, ik heb 300 shows gedaan. Ja. Zeker 30 zijn, daar ben ik echt keihard dood gegaan. Ja? Oh, dat lijkt me zo erg. Dan sta je dus op zijn podium en dan wordt er gewoon niet lachen. Helemaal niet. Sterker nog, mensen kijken je boos aan. Oh, nee, echt? Zit je echt een beetje... Ik heb één keer gehad, toen was ik, had ik Javier Guzman, die stond voor mij in de line-up. Ja, oké, okay, niet de kleinste. Het was gewoon open podium. Ja. En die brak de tent echt af. Ja. En daarna mocht ik. En ja, dat was de sfeer, die zat er zo lekker in. Weet je, mensen lachen. Je zag mensen gewoon bijna tranen in de ogen hebben. En die lach, die rolde echt zo. Het knalde gewoon, weet je. Ja, het was echt top. Ja. Ja, toen kwam ik. Maar wat ging er mis? Nou, ik was toen net bezig, dus mijn grappen waren gewoon niet goed genoeg. Ja, ja. Het niveauverschil was misschien te groot. En toen ben ik veel meer gaan spelen. En toen ging het gewoon steeds beter. Ja. Want ik deed het gewoon als hobby tijdens mijn studie. Ja. En het is ooit begonnen als een try before you die. Ik denk, oh, dat is spannend. Dat is leuk. Ik vind het altijd leuk om spannende dingen op te zoeken. Ja. En toen ben ik het één keer gaan doen voor de lol. En dat vond ik zo fantastisch. Dat was zo geweldig. En het gaf zo'n enorme kick gaf het. Ik denk, ik ga dit vaker doen. Mm. En toen ben ik het heel vaak gaan doen. En toen was ik afgestudeerd. En denk ik, nou, ik ga toch maar eens kijken of ik hier misschien meer uit kan halen. Of ik hier mijn brood mee kan gaan verdienen. Ja. Dus ik had wel wat betaalde shows. En maar na een jaar, ik was er best wel klaar mee. En de echte doorbraak kwam niet? Nee, ik weet nog, je hebt nu een hele bekende comedian, tenminste bekende, Casper van der Laan. Die gaat, die gaat enorm hard. Ja. Die was na mij begonnen. Ben geweest. Ah, leuk toch? Ja. Ja, briljante gast. Ja, hilarisch. Maar die was na mij begonnen en die ging echt 5 keer zo hard. Ja. En je had bijvoorbeeld op woensdagavond in het Comedy Café had je de Talent Night. Dat was dan een beetje het opstapje naar de pro-shows. Ja, ik ben 2 keer uitgenodigd voor die Talent Night. En zo heb je een aantal indicatoren waarmee je een beetje kan proeven, zit ik op het goede spoor? Mag je een keertje een open spot doen bij een professionele show? Ik had Utrechtse Cabaret Festival, mocht ik meedoen? Nou, dan ging ik halve finale, ging ik eruit. Ah, oké. Okay. En ik denk, ja, als ik hier... Ik kan nu keihard blijven werken. Mm. En dan misschien kan ik er een klein boterhammetje mee verdienen. Ja, ja. Maar omdat ik zo serieus mee bezig was, was dat plezier ook helemaal weg. Ja, 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 ja. Dus ik weet nog, ja, de kick was ook weg. Het was in mijn comfortzone geworden. Dus ja, ik denk, nou, ik ga wat anders doen. Ga wat anders doen. Nou, ja. Dat heb je gedaan. En inmiddels zometeen wat je nog meer allemaal doet. Maar het boek heb je niet voor geschreven. Superfalen. Gefeliciteerd. Gaat over fouten maken, zullen we zeggen. Ja. Moeten we nou meer fouten met z'n allen maken? Of moeten we er anders mee omgaan met fouten maken? Anders mee omgaan. Anders mee omgaan. Niet, het moet niet een doel worden om er heel veel te maken. Nee, inderdaad. Ik krijg soms berichtje na een workshop of een lezing van... ja, we gaan nu heel veel fouten maken. En denk ik, nou, het kan helpen als je bijvoorbeeld iets gaat testen. Weet je, met innovatie, dan is het prima. Maar als je een open hartchirurg bent... Dan moet je doel niet zijn. Zo van, laten we eens even lekker trial and error doen vandaag. Ja. Nee, het is echt, dus als er wat fout gaat, hoe ga je daar dan mee om? Precies, laten we een aantal dingen behandelen met je. Laten we om te beginnen eens kijken naar wat speelt bij mensen, denk ik. Maar psychologie van de koude grond. Wat er best wel kan spelen als het gaat om fouten maken. En we hebben het met name denk ik ook in een werkomgeving even. Ja, hè? Maar goed, het geldt voor het hele leven. Maar laten we het even zakelijk toepassen. Dat is één, denk ik, een stukje schaamte. Ja, zeker Hoe gaan we daarmee om? Nou, schaamte, dat is juist de angst voor onverbondenheid. Dat je eigenlijk, het komt nog uit de oertijd, dat je uit de groep gemieterd wordt. Yeah. Dus als je wat geks doet of raars, dan zeggen ze, jij mag niet meer bij de groep horen. Dan, dan ga je eruit. En dan kan je zelf op zoek naar je eten. Yeah. In je berenvel, weet je, met je eigen knot. Yeah. Dus dat schiet niet op. Maar het mooie is juist, als je schaamte gaat uiten, dus als jij een fout hebt gemaakt, dan schaam je jezelf. En als je dat dan gaat delen en bespreekbaar maakt, dan merk je dat die schaamte veel minder wordt of zelfs verdwijnt. Of misschien ook liefdevol wordt opgevangen door degene tegen wie je het vertelt. Ja, zeker weten. Mm.
Dus daar begint het al mee. Zorg dat je niet schaamt, maar zorg dat je er eerlijk over praat. Ja, op het moment dat jij je fouten gaat toegeven en delen, dan merk je ook dat de band tussen jou en je collega's een stuk beter wordt. Maar het kan eng zijn. Ja, nou ja, het is zeker weten. Ja, en het vergt wat van de omgeving waarin je werkt. Ja, als jij een fout toegeeft, is het heel erg fijn dat die omgeving daar positief op reageert. Ja, dus gebeurt niet binnen elk bedrijf, denk ik. Nee, zeker niet. Nee, maar en dat is jouw werk, hè? Precies. Ben je dan een cultuurveranderaar ook een beetje? Nou, meer zeg ik doe lichtjes aan. Of ik ontsteek een vuurtje bij mensen. Ja, ja. Dus ik ben echt voor een nieuw perspectief op het maken van fouten. Dus ik doe echt sec alleen workshop of een lezing. Ja. Mensen hebben een nieuw perspectief. En vanuit daar gaan ze verder. En soms is er wel een vraag van, is er meer mogelijk? Dus dan werk ik samen met wat partijen om daarmee aan de slag te gaan. Maar dat laat ik dan aan die partijen over. Om echt op die gedragsverandering te gaan zitten. Ja, precies. Zometeen ook een stukje theorie. Klein stukje theorie. Want het is niet echt een theoretisch wetenschappelijk boek. Het is lekker praktisch. Veel voorbeelden erin. Lees lekker weg. Ja. Dat was prettig. Hou ik van. Dank je wel. Ja, complimenten. maar er zit een klein stukje theorie in. Met name, even hoe noemen we hem? De mindset theorie van Carol Dweck. Laten we die zo meteen behandelen voor de kijkers. Want het is best, als je hem nog niet kent, echt een hele logische theorie. Mm-hmm. Maar even nog een paar menselijke eigenschappen. Perfectionist. Ja. Dat zien we best wel veel voorkomen. En ook misschien best wel bij mensen die daar al, ja, die daar ook best wel last van hebben. Mm-hmm. En dan is fouten maken niet leuk als je perfectionistisch bent. Nee, zeker niet. Hoe gaan we daarmee om? Zonder dat ik jou nou als psycholoog wil neerzetten, hoor. Maar, nee, precies. Nou, wat je bij perfectionisme vaak ziet, is dat het doorgeslagen is in het goed willen doen om een ander te pleasen. Ja. Dan ben je vooral met anderen bezig. En dan kun je erin doorslaan. En dat is echt een productiviteitskiller. Het kan voor heel veel stress zorgen. Wat kan helpen is om inderdaad ook weer een stukje vanuit die groeimindset, waar we straks misschien over hebben, is om te switchen, als dat kan, ook met een beetje inzet, naar veel meer focus op leren. Ja. Want op het moment dat je in die leermodus zit, wordt het veel minder erg om fouten te maken. En ook gewoon een beetje lief en aardig zijn voor jezelf. Dat kan dan ook weer helpen om met die stress om te gaan. Ja, en ook dat klinkt makkelijker dan dat het voor sommige mensen is. Zeker ja, wat dat betreft raak jij. Ik kan me best wel voorstellen als je met dit onderwerp aan de slag gaat. Hè, binnen organisaties fouten durven maken, fouten durven toegeven. Die gebruiken als tools om iets mee te doen. Dat kan heel kwetsbaar zijn. Ja, zeker weten. En heel spannend en heel eng. Ja. Maar ik geloof wel dat als je daar aan de slag gaat als team, als organisatie, ja, dan ga je 5-6 keer harder. Ja. Dus ook een onderdeel wat ik behandel is het stukje psychologische veiligheid. Dus vanuit Amy Edmondson. En daar blijkt gewoon dat het echt een aanjager is voor de creativiteit en innovatie in teams. Ja. Als je die openheid hebt over fouten. Ja. Ja. Maar ook gewoon dat je dingen durft te delen. Dat je gekke ideeën op tafel durft te gooien. Ja. Laten we eens inzoomen op die mindset theorie van Carol Dweck. Leg hem eens uit. Je kan op twee manieren kijken naar jouw capaciteiten. En met capaciteiten bedoel ik talent, intelligentie en vaardigheden. Ja. En dan kan je er met twee mindsets naar kijken. En met mindsets bedoel ik, wat voor overtuiging heb je? Wat voor bril heb je op je neus? Eén is de vaste mindset, dan heb je overtuiging. Mijn capaciteiten staan vast, ik heb een bepaald niveau en dat is het. Dus ik ben goed in presenteren of ik ben het niet. Ja. Ik ben goed in interviewen of ik ben het niet. Ik ben goed in samenwerken. Nou, ja. Ik ben goed met de cijfers of niet. Ja, precies. Ja. Dat is de vaste mindset. En dan hebben we de goede mindset. En heb je de overtuiging dat je die capaciteiten kan ontwikkelen. De groeimindset, ja, dat. Precies. Okay. Het mooie ervan is, bij die groeimindset stel je vooral leerdoelen. En bij die vaste mindset stel je prestatiedoelen. Als je hem dan inzoomt op het maken van fouten. Bij prestatiedoelen ben je bezig met wat anderen van jou vinden. Dus dat zie je ook veel met perfectionisme. Ja. En met een leerdoel, dan wil je zelf ontwikkelen. Ook vanuit intrinsieke motivatie. En dan wordt het veel minder erg om fouten te maken. Je had een paar mooie voorbeelden. Laten we eens eentje doen van dat sales team wat jij uitlegt. Ja. Zeg maar het verschil. Maar dan maken we het concreet. Vertel eens. Zeker weten. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar sales teams. Die hebben vaak als prestatiedoel. Laten we het marktaandeel gaan we proberen te verhogen met 5%. Ja. Vanuit de groeimindset is het bedenk 5 nieuwe strategieën om het marktaandeel te verhogen. En het leuke daarvan is, en dat vind ik echt heel gaaf en vet gewoon, op het moment dat je dus focust op leren, dan ga je ook veel beter presteren. Dat is de faalparadox. Dus op het moment dat je focust op leren, ga je beter presteren dan als je focust op presteren. Dus in het geval van dat sales team, degene die in die leermodus, in die growth mindset gingen, die verdiende uiteindelijk meer geld. Ja. Die verkochte beter. Precies. Dat marktaandeel ging harder omhoog. Waarom doet niet iedereen dit dan? Ja, goede vraag. Wat houdt het organisaties tegen? Ik denk
oud gedrag wat er heel erg ingebakken zit. Als je puur kijkt naar waar komt een beetje het straffen van fouten vandaan, hè, ja. En gewoon hard op reageren. Ik denk, dan kan je echt wel teruggaan naar de industriële revolutie nog, ja. Van toen er gewoon productie gedraaid moest worden. Ja. Toen was angst echt een goede motivator. Maar tegenwoordig zitten we veel meer op samenwerken, op creativiteit, op innovatie. Mm. Ja, dan moet je veel meer ook leren. Ik zat je video's te kijken van ChatGPT en AI en zo en al die dingen. Ja, ja, dit laat weer zien hoe belangrijk zo'n groeimindset is. Ja. Want je moet je aan kunnen passen. Ja. Ik vind het echt een rotzin, maar de veranderingen gaan steeds sneller. Ja, maar ja het is wel zo. De enige constante. Ja, dat is wel zo. Wat is jouw ervaring met leiderschap? Want het heeft veel met leiderschap te maken, denk ik ook. Ja, hè? Want de leiderschap binnen een organisatie bepaalt hoe je... Ja, bepaalt. Het is ook cultuur. Ja. Als je er eens een thermometer in duwt in Nederland, hoe is het gesteld ermee? Ja, die vind ik enerzijds ook wel lastig om te beantwoorden. Want ik word alleen uitgenodigd door de bedrijven die ermee aan de slag willen gaan. Ja. Dus de angstcultuur, daar word ik nooit uitgenodigd. Hoe staat het ermee? Ik denk dat het echt wel de goede kant op gaat. Zeker ook gaat om kwetsbaarheid en fouten delen en mensen aanjagen daarop. Dat gaat de goede kant op. Ook omdat gewoon het werk van zo Amy Edmondson over psychologische veiligheid steeds... wordt steeds bekender. Wat levert het op? Levert het ook gewoon centen op? Ja, zeker weten. Kijk, het mooie is, als jij fouten niet nog eens maakt, dan scheelt dat tijd, het scheelt geld, het scheelt een hoop ergernis op de werkvloer. Ja. Beeld je dit nou eens in? Je hebt een hele talentvolle collega en die zegt van, joh, de groeten, er wordt hier zo hard met fouten omgegaan, ik ga ergens anders werken. Mm. Nou, dan ben je en het potentieel van die collega kwijt, maar je moet weer wervingskosten gaan draaien. Je hebt misschien minder productiviteit omdat die kerel of die vrouw weg is. En dan heb je het ook gewoon over een stukje veiligheid ook nog. Dus ik zit wel heel veel in de zakelijke dienstverlening. Mm-hmm. Dus ik had bijvoorbeeld, laatst had ik een marketingteam. Nou, als die een fout maken en dan staat er een verkeerde letter op een poster, dat is prima. Maar ik ben ook wel eens bij een olieraffinaderij geweest. Ja, en als je daar een fout maakt, dat kan levenskosten. Dat is gewoon fysieke veiligheid. Ja, want hoe ga je dan om met dat is leuk, die growth mindset. En dan gaan we lekker leren met z'n allen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er voorbeelden zijn waar je zegt van ja, daar is de prestatie, die staat toch wel heel erg centraal. Je noemt dit voorbeeld, ja, maar artsen, kan weer wat je net al zei. Ja, zeker. Ja, dan kun je wel lekker in je leermodus gaan zitten. En maar dat werkt niet, toch? Oftewel werkt het overal en altijd. Het belangrijkste wat ik altijd wat ik predik, wat ik uitgeef, is je moet fouten bespreekbaar maken en je moet ze delen. Ja. Dus zo'n arts die staat aan de operatietafel, die moet natuurlijk volledig in de prestatiemodus zitten. Ja, precies. Maar op het moment dat het dan fout gaat, dan moet dat wel bespreekbaar worden gemaakt. Ja. En die arts moet ook wel een cultuur creëren dat de co-assistent, als die denkt van, volgens mij gaat dat fout. Volgens mij is het verkeerde been. Ja, zeker weten. Dat gebeurt. Dat niet wel even zegt. Ja, nee, het gebeurt. Inderdaad. Ja. Maar ook daar heb je weer een cultuur. Er is ook best wel discussie over dat je dan weer voor zo'n tuchtcollege komt. Ja. Wat dan echt je onder de knietjes afzaagt en het je leven heel erg... Dus dat is best lastig om in dat soort sectoren om te gaan met het feit dat je fouten maakt. Ja, zeker. Wat ik heel tof vind aan de medische wereld, daar is nu echt van de jonge artsen, die hebben zich echt verenigd, letterlijk in de jonge dokter. Aha. En die hebben bijvoorbeeld ook een congres één keer per jaar. Ja. Dat heet het Foute Festival volgens mij. Ja. En dan gaan ze echt met elkaar in gesprek van hoe kunnen we de werkdruk verlagen. Want artsen, er zijn al tekort aan artsen, maar die lopen nu allemaal weg. Die stoppen ermee vanwege de werkdruk. Ja. Maar ook dat fouten niet afgestraft worden en dat ze besproken worden. Ja. Dus daar zie ik wel echt een hele mooie cultuurverandering. Je hebt toch al jarenlang vanuit Silicon Valley een beetje in de start-up scene, had je de fuck-up nights altijd. Ja, zeker weten. Dat is natuurlijk ook heel erg gebaseerd op dit principe, hè? Van laten we leren van elkaars fouten. Zouden we dat vaker moeten doen? Gewoon zogenaamde, of je dan fuck-up nights noemt of Ja, zeker weten. Ja. Kijk, mijn visie ook is, je moet eigenlijk zorgen in een organisatie dat je een vaste plek of een vast moment hebt waar je die fouten kan delen. En dat kunnen verschillende dingen zijn, zoals een faalmuur of een blog. Of een. Ik heb een klant van mij die gaat nu met een podcast aan de slag. Nou, super vet. Ja. Maar dat kan ook zo'n fuck-up night zijn. Ja. En liefst als je daarmee begint, zet dan de grote baas op het podium die het goede voorbeeld geeft. Ja. Want waarom durven we geen fout toe te geven? Ja, hallo, volgende week mijn functioneringsgesprek ja. met de grote baas. Ja. Maar als de grote baas net heeft gezegd van
dit is bij mij fout gegaan en ik wens voor jullie toe dat je je fouten toegeven. Mm. Ja, dan wordt die drempel weer een stukje lager om die fouten te delen. Ja, nou, ik merk het ook op CVD-TV hoor, dat elke keer als wij dan weer een ondernemer hebben en ik praat over zeg maar ellende of dingen die fout zijn geweest, dat enorm gewaardeerd wordt. Dus mensen hebben daar enorm veel aan. Om maar eens even jouw doopceel te lichten. Ja. Ik bedoel, die comedian carrière hebben gehad. Heb je nog meer momenten gehad dat jij zelf goed op je mel bent gegaan of fouten hebt gemaakt of dat je je kapot schaamde of kapot schaamde. Ik heb een keer een blinde mevrouw een oefening over kijken laten doen. Wat heb je die gedaan? Een oefening over kijken met een blinde mevrouw. Dat durfde ik ook echt 13 maanden aan niemand te vertellen, maar dat was echt serieuze schaamte. Hè? Want wat die hele sessie liep ook in de soep daarna. Ja. Gewoon niemand meer reageren in de zaal. Ik voelde echt een beetje die haat vanuit de zaal van. Serieus gast, ben je nou een oefening aan het doen met een blinde mevrouw over kijken? Maar jij wist niet dat ze jawel. Nee, daar ging het juist fout. Ze had een mail gestuurd van kan ik meedoen met de workshop? En ik zo, ja, dat kan, behalve bij één oefening. Ja. Ik had 80 mensen in de zaal, ik had één vrijwilliger nodig. Dus ik zei tegen haar, je kan met elke oefening meedoen. Ik had er 4 of 5, behalve oefening 2. En zij zegt, nou, is goed, prima. Nou, oefening 2. Dus ik zeg, dames en heren, we gaan naar oefening 2. Ik zeg het nog expliciet, we gaan naar oefening 2. Ik zoek 1 vrijwilliger. En zij staat op. En zij komt naar voren toe. En zij zegt, ja, ik wil meedoen. En ik had eigenlijk moeten zeggen van, ja, sorry, je gaat van die woorden. Wil je weer gaan zitten? Ja. Maar ja, dat durfde ik niet. Ik ben een pleaser, ik wil iedereen tevreden houden. Mm. Ik vind moeilijke gesprekken, dat vind ik lastig. Mm. Mm. Dus ik ben toch die oefening met haar gaan doen. Nou, dat liep helemaal in de soep. Ze moest een pingpongballetje van een wijnfles aftikken. En sloeg natuurlijk die hele wijnfles van tafel. Wijnfles in 1000 stukjes. Ja, echt. Maar toen ben ik dat gaan delen na 13 maanden in een workshop. Yeah. Want mijn visie is, fouten moet je delen. Yeah. En toen kreeg ik een hele mooie reactie vanuit de zaal. En dat was van, ik heb heel lang gewerkt met mensen met een beperking. Yeah. En die vinden uitgesloten worden erger dan dat het een keertje misgaat. Ja, dus ja, misschien heb je het helemaal niet zo slecht gedaan. Mm-hmm. En dat nieuwe perspectief, wat ik dus kreeg op de situatie, zorgde voor mij dat die schaamte weer minder werd. Ja. Yeah. Dus achteraf is het een mooi verhaal geworden. Ja, 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 ja. Maar op het moment, het was verschrikkelijk. Ga je door de grond. Ja. Met hoeveel bedrijven, want wat doe jij allemaal vandaag de dag? Zeg maar los van boek, want wanneer is het boek uitgekomen? 1 juni. Als een half jaar. 1 juni 2022. Ja, hoe loopt het? Gaat goed. Ja? Ja, eerst was echt ik had hem ingesteld om een maand lang te pieken, om te vlammen. Ja. En daarna loopt hij rustig door. Oké, okay. En waarom, doen we even gewoon verkooppraat nu, ja. En, maar dan mag jij gewoon. Zeker weten. Waarom moeten mensen dit boek kopen? Enerzijds, er zijn eigenlijk 2 belangrijke resultaten in het boek, wat je eruit kan halen. Ja. Enerzijds is het dat je zelf wat relaxter met fouten om kan gaan. Anderzijds ga je ontdekken wat jij kan doen in je team of organisatie om die fouten bespreekbaar te maken. Mm. Dat ze niet onder het tapijt worden geschoven, maar dat ze gewoon op tafel worden gelegd. Okay. Heb je ook tips? We hebben het er al zijdelings over gehad, maar ik kan me voorstellen dat er best wel veel mensen zitten. Ja, dat wil ik heel graag. En mijn collega's ook wel, maar we zitten toch met die leiderschaps, met die cultuur. Ja. Ja, we weten nu al, als we hierover gaan praten en we willen jou naar binnen harken, dat ze zeggen, ja gast, dat gaan we dus niet doen. Hoe zorgen we dat het prioriteit krijgt? Of dat de leiding mee wil werken? Of dat het binnen een organisatie wel toegestaan wordt om dit soort trajecten in te zetten? Je kan denk ik 2 dingen doen. Enerzijds is gewoon klein beginnen op de werkvloer. Dus jij met je collega, misschien 3 mensen gewoon. Het gewoon zelf gaan doen, ja. Ja, en dan die olievlek steeds groter maken. Ja. Dus kruisbestuiving. Mensen raken besmet met die openheid en denken, oh, dit levert toch wel wat om. Mm-hmm. Anderzijds, als je dan die resultaten hebt, die resultaten laten zien aan het management. Een heel mooi voorbeeld wat ik vind. Het komt uit het boek van Amy Edmondson over psychologische veiligheid. Ja. Ziekenhuis hebben ze een systeem ingesteld over het delen en het melden van fouten. Maar al die mensen denken, ja, hallo, als ik een fout ga delen of melden, dan gaat het boek op eraf. Mm. Op een gegeven moment, iemand die gaat dat toch doen, die meldt een fout. Op basis van die fout kunnen ze hun werkprocedures aanpassen. Het werk wordt daardoor een stuk veiliger. Het aantal calamiteiten daalt. Mm. Dus in plaats van 20 per 100 patiëntdagen worden het er 10 bijvoorbeeld. Ja. Dat succes wordt teruggekoppeld en bam, iedereen is mee. Ja. Dus eigenlijk, ik zeg, je moet niet alleen je fouten delen, maar ook de successen over het delen van die fouten. Ja, wat het delen oplevert. Ja, ja, precies. Ja, precies dat. En dan ja, heb je de mensen mee. Hey, en hoe zien jouw workshops? Hè? Want jij doet daarnaast ook workshops en zo, hè? Ja, workshops en lezingen. En je wil podium op, hè? Of wil, gaat. Ja, dat doe ik al. Dat is wel, ja, precies. Dat zit er natuurlijk een beetje in. Zeg maar.
Ja, zeker. En daar zit ook wel wat humor in dan. Ja, zeker weten. Ja. Ik heb dit boek nu geschreven, maar ik ben al 8 jaar met het onderwerp bezig. Met mijn bedrijf, dat heet De Foutenfabriek. Dus ik geef workshops en lezingen over het bespreekbaar maken van fouten. En wat zijn daar de ondernemerslessen die jij geleerd? Want je bent ook ondernemer dan dus. Ja, tenminste, ZZP'er of freelancer. Je hebt geen mensen in dienst, denk ik wel. Ja, ik heb een team van freelancers om me heen. Ja, dus precies. Ik heb een paar VA's. Ik heb een video-editor. PR-adviseur het laatste jaar voor mijn boek, om dat een beetje te pluggen. Ja. En wat zijn daar je lessen van de afgelopen jaren? Hoeven niet per se fouten te zijn, hoor. Maar gewoon lessen die je geleerd hebt als ondernemer. Want het zit ook op een ondernemerskanaal natuurlijk hier. Ja, zeker. Een van de dingen wat ik wel ontdekt heb, is financiële beslissingen nemen op aannames in plaats van op feiten. Dus wat ik nog wel eens had was, kreeg ik bijvoorbeeld voor een maand kreeg ik 4 aanvragen binnen. Ja. En die scoorde ik allemaal. Ja. Nou, dan zit je er lekker in. Dan heb je zelfvertrouwen. Die week erop, of die maand erop, kreeg je weer 4 aanvragen binnen. Ik denk, nou, die, weet je wat? Ik scoorde echt wel minimaal 3. En dat levert dan dit bedrag op. Dus dat bedrag, dat kan ik nu al investeren in een cameraman werken, weet ik veel wat. Gewoon investeren in je bedrijf stoppen. En dan gaan ze allemaal niet door. Maar je hebt wel dat geld al uitgegeven. En dan wordt het in één keer krap. Want ook de hypotheek moet betaald worden. Of de huur en alles. En daar ben ik echt wel 2-3 keer echt wel... dat het gewoon heel krap was. En dan moet je weer even geld lenen. Of je moet gaan besparen. Dus de les is eigenlijk gewoon... je moet geen geld uitgeven waar je nog niet hebt verdiend. Nee, precies. Huh? Ja, inderdaad. Nou ja, ik kan me voorstellen dat... kijk, als grotere onderneming wordt het anders. Want dan ga je investeren. En dan wordt het een wat complexer geheel. Maar ik denk inderdaad bij kleine ondernemers... dat het gewoon toch het huishoudportemonnee-principe moet zijn. Van er moet gewoon meer inkomen dan dat eruit gaat. Ja, precies. En eerst erin komen. Word je rijk van boeken schrijven? Nee. Kijk, sowieso, dit boek, ja, je hebt je royalties. Maar waar natuurlijk de workshops en de lezingen die daaruit komen... dat is natuurlijk leuk verdienen. Ja. Ik heb het ook via een uitgever gedaan. Dus mijn businessmodel... Via uitgeverij Boom natuurlijk. Ja, precies. Ja, uiteraard. Die willen dit graag... Die maken deze serie. Waarvoor dank. Ja. Uitgeverij Boom en Management Boek trouwens. Dus, zeker weten. Ja. Dus dat lezingencircuit gaat goed. Ja, zeker weten. En dat vind ik super leuk om te doen. Ja. Dus dat doe ik nu een paar jaar. En als ik bijvoorbeeld verleden week... zat ik weer in de auto naar een opdracht. En dan schijnt de zon. Nou, dan ben ik zo gelukkig. Dan ben ik zo blij gewoon om dat te kunnen doen. Dat is toch nog steeds dat podiumdier wat in mij zit. Ja. En dat je mensen echt wat meegeeft. Dat is super tof. Ja, je hoeft mij niet uit te leggen. Nee, precies. Dat we kunnen elkaar de hand schudden. Dankjewel dat jij mijn gast was, Frank Deuring. En ik zou zeggen, ik hoop dat iedereen het boek De Superfalen gaat lezen. En bij deze dan ook een oproep. Als jij, zoals ik in het begin al zei, als je iets hebt van... ik wil beter durven te falen zelf, maar ik wil ook in mijn organisatie aan de slag daarmee... vanwege de redenen die je allemaal hebt gehoord, dan zou ik zeggen, koop het boek. En dat kun je doen via de beschrijving hier onder de video. Zit je aan de podcast en je bent aan het luisteren, dan vind je ook daar de linkjes naar zowel Uitgeverij Boom als naar Management Boek waar je het boek kan bestellen. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en het kijken. Zit je op YouTube, blijf dan even hangen, want we maken deze serie, zoals ik al zei, samen met Uitgeverij Boom en Management Boek. We maken een hele serie met van allerhand interessante auteurs van hele interessante boeken. En als je blijft hangen, over 2 seconden de hele playlist met alle video's die we tot nu toe hebben opgenomen. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi! We'll be right back.